Ineens moet ik letten op allerlei zaken die er normaal niet toe doen. Verleidingen weerstaan en op zoek naar de laagste prijs. Door mijn budget word ik beperkt in mijn vrijheid. Voor 6000 Groningers is dit dagelijks de realiteit. Voor mij maar een week. Je moet kijken wat is het goedkoopst. Maria Franke is ook afhankelijk van de voedselbank. En vertelt mij hoe ze boodschappen doet. Naar de Action, de Jumbo, naar Albert Heijn en naar de Lidl. Overal bij langs. Want die heeft dat goedkoper en die heeft dat goedkoper. Want ik had dus ook nooit gedacht dat Albert Heijn goedkoper was met de vlees voor de poezen. Maria zit na een scheiding in de schulden en komt bij de voedselbank terecht. Je hebt niks en dan schaam je je. Want je praat er met niemand over. Want iedereen die schaamt zich voor de armoede. Maar met de tijd, je leert de mensen daar ook kennen. Ze zijn net zoals jou, in dezelfde situatie. Dat we dus ook schulden erbij hebben. Dan heb ik zoiets van, ik ben zo blij dat ze er zijn. Dat de mensen ons helpen bij de voedselbank. De meeste mensen hebben vrijheid om van alles te kopen. Maar voor een groot aantal Groningers is dat niet zo. Als ik vanavond zalm wil eten, dan koop ik dat normaal gewoon. Maar ik besef mij nu dat dit een luxe gedachte is. Wc-papier. Het is een heel raar onderwerp, maar dat is gewoon heel duur. Wasmiddel is ook heel duur. Dus daar moet je gewoon voor sparen. De boodschappen zijn klaar. Morgen heb ik nog €37,50 te besteden. En ik zit met een dilemma, want collega's komen dan eten.